Goedemorgen, welkom bij RTL Z Nieuws. Het blijft spannend in Turkije. Met bijna 99% van de stemmen geteld is er nog geen duidelijke winnaar. Zittend president Erdogan gaat aan de leiding, maar hij heeft niet de benodigde meerderheid van meer dan 50%. En dus komt er waarschijnlijk een tweede ronde. Erdogan is al 20 jaar aan de macht. Bij de verkiezingen wordt hij uitgedaagd door oppositieleider Kemal Kılıçdaroğlu, die op dit moment bijna 45% van de stemmen heeft. Hij belooft veranderingen. Hepimiz democratie çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz. İnşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek. Als het tot een tweede ronde komt over 2 weken, dan gaat de strijd alleen nog tussen Erdogan en Kılıçdaroğlu. We praten erover verder met onze Midden-Oosten correspondent. Ja, daar is hij, Olaf Koens vanuit Turkije. Ja, Olaf, in de peilingen lag Erdogan toch wel een beetje achter, hè, op zijn tegenstander. Maar nu heeft hij toch meer stemmen gekregen. Hoe verklaar je dat? Ja, dat betekent dat de peilingen er toch een beetje naast zaten. We hebben toch wel heel veel optimisme gezien aan de kant van de oppositie. Die waren er grotendeels van overtuigd dat ze niet anders konden dan deze verkiezingen winnen. Vanwege de economische situatie, vanwege het feit dat Erdogan al 20 jaar aan de macht is. Inmiddels zijn de stemmen bijna allemaal geteld. Als ik het goed begrijp, 99%. 49,40% voor Erdogan en bijna 45% voor Kılıçdaroğlu. Ja, dat is even slikken voor de oppositie. Maar ze hebben nog een kans, want het lijkt er sterk op dat er dus een tweede ronde komt. Ja, je zei het al, hè, die economische situatie wou ik toch nog even bij stilstaan. 43% inflatie, heeft zelfs op 85% gestaan. Er is ook veel kritiek geweest op Erdogan als het gaat over de bouw, hè, naar die aardbeving. De gebouwen zouden niet stevig genoeg zijn. Hoe kan het dan, misschien kan je me meenemen in hoe de kiezer dan kiest, hoe kan het dan dat er toch nog zoveel stemmen voor Erdogan zijn? Ja, Turkije is gewoon een heel erg verdeeld land. Laat ik beginnen met die aardbeving. Ik ben natuurlijk de afgelopen weken weer terug geweest in het aardbevingsgebied. En wat je daar ziet, ja, is in Nederland zouden we dat een beetje de premiersbonus noemen. 20 jaar is Erdogan aan de macht. En hij kan zich simpelweg niet voorstellen dat hij niet aan de macht is. Heel veel mensen kunnen dat niet geloven, dat hij geen rol speelt. En mensen zijn op zoek naar een nieuw huis. Ze hopen dat er nieuwe huizen worden gebouwd. En wie kan dat anders doen dan Erdogan? Zo is hij die campagne ingegaan. En hij speelt altijd een beetje voor Sinterklaas. Hij geeft cadeaus weg tijdens zo'n verkiezingscampagne. Nieuwe huizen dus, maar je zag ook allerlei andere dingen. Hij deelt letterlijk cadeaus uit tijdens verkiezingsrallies. En bijvoorbeeld deze maand hoeven wij in heel Turkije niet voor gas te betalen. Weer een cadeautje van Erdogan. Dat maakt hem heel erg populair onder de bevolking. En ja, en dan economisch gezien, ja, hij is heel erg conservatief. Hij luistert niet naar regulier economisch beleid. Hij wil bijvoorbeeld de rente maar laag houden, ondanks die gierende inflatie. Als de rente laag is, kun je lenen, kun je ondernemen. Ja, die zou je moeten verhogen, die rente, om die inflatie te drukken. Maar dat doen ze niet. Nee, er komt dus waarschijnlijk nu een tweede ronde. Wat verwacht jij daarvan? Wat gaan de kiezers van de derde kandidaat nu doen? Ja, die derde kandidaat, dat was toch wel een beetje de verrassing. We dachten aanvankelijk dat hij niet zoveel punten zou halen. Maar die weet toch een solide 5% van de kiezers aan zich te binden. Dat is een ontzettend felle rechtse nationalist. En de vraag is een beetje wat er met die kiezers gaat gebeuren. Gaan die naar de oppositie of gaan die naar Erdogan in die tweede ronde? Het lijkt een beetje onverenigbaar dat die felle nationalisten, dat die nu op de liberale oppositie gaan stemmen. Dus die stemmen, verwachten we, gaan grotendeels naar Erdogan. Ja, dan krijgen we nog 2 weken lang campagne. We zagen in de laatste dagen van de campagne dat het er hard aan toe kan gaan. Hè? Modder gooien, de oppositie werd op alle mogelijke manieren zwart gemaakt. Ze werden uitgemaakt voor homo's, ze werden uitgemaakt voor alcoholisten door Erdogan. De oppositie zal het zwaar krijgen. Er wordt hard campagne gevoerd en dat gaat nu gewoon weer 2 weken lang beginnen. Oké, dankjewel, Olaf Koens.